zit hier nu even lekker gezellig bij Rick voor. En Rick en ik worden al... Super tof dat ik kijk naar GroenLeeuw Vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker. En... Het is 12 uur alweer geweest. Oh, de knijters. Oh, heerlijk geslapen in ieder geval. En ik ga een heerlijk douche pakken. En dan klaarmaken om wakker te worden. Dan ga ik lekker een bakje koffie zetten. Al staat hier een kopje wat ik al eens gebruikt. Dus die gaan we even bij de afwas zetten. En dan ga ik even douchen. En dan ga ik lekker koffie zetten. En dan ook nog kanja eten geven. Wat ik vaak doe. En dan ga ik lekker zonnescherm. Rolgordijn omhoog doen. Of zeggen zonnescherm. Zonnescherm is al lang open. Ik moet nu gewoon snel gaan douchen om lekker wakker te worden. Laten we dat even snel doen. In 3, 2, 1. En ik ben al aangekleed en ik kan je vertellen, ik heb nu een shirt aan die best wel waarschijnlijk niet goed gewassen is. En dat is deze shirt die ik nu aan heb, kijk maar bijvoorbeeld naar deze logo. Het is gewoon niet goed schoongemaakt, wel goed schoongemaakt bedoel, maar te hard gewassen waarschijnlijk. Of dit moet je meestal het shirt op de binnenste buiten doen. En ik ga lekker rolgordijnen opengooien maar. Oh, let's dat er is. Heerlijke zonnetje. Lucht is blauw. Dan ga ik even alles weer opengooien zoals gisteren. Want het is ongelooflijk prachtig weer. En het is gewoon om te genieten. En dan ben ik zo heel erg benieuwd naar... Wat doen jullie als het zo lekker prachtig weer is? Dan kijken, dan kan je hier achterzak, maar die ligt hier op de bank. Dat is toch super lekker, een heerlijk lekker zonnetje in je huis. Dus ga ik nu even lekker van het weer genieten. En lekker raam open gooien maar. Zo. Zo. Hoppakee. Open die handel maar. En lekker van het weer genieten. Heerlijk is dit. Ik moet ervan genieten. Gewoon heerlijk weer, prachtig zon. Het mooiste wat je kan hebben. Ja, oké, duidelijk. Dan gooi ik die andere deur ook open en dan lekker van de zon genieten. En deze was opruimen. En die is dan dadelijk ook weg. Dus ga ik even deze alleen deur nog open doen en dan vind ik het prima. Zo. En lekker. Van genieten. Deze sluit gewoon zo dicht. Zo. Oh. Kan ik lekker hier staan. En van de zon genieten. Heerlijk mooi weer. Als ik maar de camera niet aan mijn handen laat vallen. Dan moet ik gewoon sowieso niet hebben. Dus ik heb het nou voor de zekerheid goed vast. En blijkbaar dat hier beneden iemand heeft zitten barbecue. Oké. Heerlijk weer. De zon schijnt, lucht is blauw. Daar is het Schouwplein. Nee, dat is geen Schouwplein. Het is flat. Daar is het Schouwplein. Klopt. Ja. Dan ga ik nu maar even de wasje opruimen. Dat moet ook even gebeuren. Die was die daar hangt. Laten we het even opruimen. Ik zit hier nu even lekker gezellig bij Rick voor. En Rick en ik worden allebei getoeterd. En die zijn al van waarschijnlijk dat Sinterklaas al eerder is. Oh, heerlijk wind hier. Alle wind komt van die kant vandaan. Maar blijkbaar komt daar een boot aan, zo te zien. Maar echt een mooi uitzicht hierop. Ik weet nog een paar jaar geleden, mooie te vuurwerk. Als je hier gaat staan voor vuurwerk, heb je ongelooflijk mooi weer. En Rico wordt al de hele tijd getuterd. En dat was waarschijnlijk die boot die daar aankomt. Zat die denk ik de hele tijd te tuteren? Dat blijkbaar wel dus. En ik krijg een lekkere blikkie. En dan ga ik lekker met Rick samen lekker in de zon genieten. Rick. Zonnetje schijnt, lucht is blauw. Ik zeg dagen. Ja? Kom maar gauw!
Maar heerlijk om lekker in de zon te genieten. Heerlijk weer. En dan gaan we lekker even kletsbetsen. En lekker drinken. Heb je in koelkast gezet of niet? Oh, maar zo voelt het wel. Al koud. Dat is wel lekker. Maar ja, dan gaan we even lekker in de zon genieten. Heerlijk prachtig weer. Wij zijn nu even lekker aan het lopen, want waarom? Wij willen morgen voetballen met andere cliënten. Hij doet mee. En dan gaan we ergens voetballen. Maar ik ga nu alvast kijken samen met Rick waar wij kunnen gaan voetballen in Waddinxveen. Want wat ik al een paar dagen zei, is dat mijn begeleiding toen rond de uur of 10 belde. Zaterdag toen. Voor mij was het toen zaterdag. Of ergens plek was om ergens te voetballen. Tenminste, was het zaterdag? Ja, oké. Dus we gaan even ook kijken. We hebben één plek waarschijnlijk gevonden. Dus niet zeker. Maar dan gaan we dus even nog even rondje kijken in Waddinxveen. Ik ga even kijken ook bij mijn vader in de buurt. Misschien is daar wel wat plekjes om te gaan voetballen. En ik zat ook nog te denken. Ik heb vroeger gevoetbald bij Bifair. Voor mensen die weten. Dan kan ik gelijk een verhaal vertellen. Ik ben bij E begonnen. En ik weet, volgens mij is er nu veranderd met name. Dat sommige met leeftijden nou te maken heeft. Dus bijvoorbeeld mannen tussen van 13 jaar. Nee, jongens, J, 13, J, 14. Dat is nu allemaal voor leeftijd. Als het goed is, is dat nu zo. Laat even weten in de reactie of ik het goed heb of niet. Maar vroeger was dus E, D, A. En dan had je Bifair bijvoorbeeld 1. En zo enzovoort, enzovoort. Je kan er zo doorgaan. Dus gaan we even hier door de goudpijn? Dus dan gaan we. Maar ik zat te denken, over Bifair nog gesproken. Om eigenlijk contact te maken met Bifair. Om daar eigenlijk te gaan voetballen. Maar eigenlijk werd er al gezegd, waarschijnlijk dan niet bij voetbalcomplexen kunnen voetballen. Maar we gaan dus nu even gewoon even kijken. Het lijkt wel super leuk eigenlijk om echt te gaan voetballen waar ze doelen hebben. Want ik ben iets zo leuks van plan. En dat plan is om crossbar challenge op te nemen. Dus dat we crossbar challenge doen. Wat vind jij ervan? Mensen zo worden genoemd. Dus eigenlijk dat je op lat schiet. Want jij wist niet wat crossbar challenge was, toch? Nou, voor Rick gezegd, Rick. Crossbar challenge is dat je op de lat moet schieten. Dat is me nou wel duidelijk. Dus, wat is crossbar challenge? Wat steken. Juist. Goed geraden, goed bezig, Rick. Je weet het wel. Wauw, echt. Echt, bijna overal staat het nu. Ik zit nu te kijken. Kijk wat hier nu op staat. Corona verslaan we samen. Dus 1,5 meter houden afstand. Wij hebben optie 1 al gevonden en dat is daar. Is een voetbalplekje. Dus dat is optie 1. En we gaan nu ook voor de zekerheid, ik kan het met Rick over, om ook optie 2 te zoeken. Stel je voor, het wordt daar druk. Dan voor de zekerheid ook ergens anders een plekje kunnen hebben. Dat we ergens anders een plekje hebben om te gaan voetballen. In ieder geval daar hebben ze het doel, dus dat is een goed teken. En gaan we nou plek 2 zoeken waar we kunnen voetballen anders. Al zou daar durf zijn, maar we hopen van niet. We hopen natuurlijk dat we daar gewoon kunnen voetballen. En dan ga ik nu maar even normaal plek 2 zoeken. Wij hebben optie 2 gevonden en dat is hier zo. Dus optie 2, maar we blijven doorzoeken. We blijven doorzoeken en wat ik ook had verteld is tegen Rick. Als ik juist nu ga rondjes ga lopen, denk ik van, oh wacht even, daar heb je ook nog een plek. Oh wacht even, daar heb je ook een plek. Want Rick kan je beter niet vragen. Hé Rick? Jij kent wat ik zei niet uit je hoofd? Ja, Gouwplein, dat is het enige wat je weet. Verder dan Gouwplein weet je niet. Oké, mijn oude huis. En dan houdt het wel echt op. Of niet? Nee? Wat dan nog, hè? Ik ken het hier overal. Ja, niet deze straatjes, maar ik rij in de wijk er gewoon rond. Ja, oké, want voor mensen die niet weten, wat ben je? Als werk? Vuilnisman? En hoe is het? Dus ik kom overal.
Oké, misschien leuk voor de kijkers, interessant. Ik weet niet of je het mag vertellen. Hoe gaat jouw werk om met corona? Missen, laten we zo zeggen, dit situatie? Laten we dat maar niet hebben. Nee? Oké, duidelijk. Maar het is ook even lekker door deze weer te lopen, vind ik. Vind je niet? Even lekker rondje lopen door het heerlijke warm weer. Geniet je gewoon van. En je ziet ook wel best wel veel mensen, als je kijkt naar de tuinen, zijn best wel heel veel mensen in de tuin bezig geweest. Echt ongelooflijk veel mensen. Dat is wel zo interessant om te zien. Robot hier zo. Dit is echt gras gemaaid hier zo. Als je door gaat lopen. Veel meer dingen. Maar we gaan nu eens even hier rondjes, even nog verder plek 3 kijken. Of er nog plek 3 is. Dus. Maar vind Rick nog leuk om even... Vind je Rick nog leuk om te lopen? Of zeg je van ik ben er klaar mee? Ja, om te lopen, maar nou ja, het is wel lekker weer om te lopen eigenlijk. Dus gaan we even verder kijken voor plek 3. We hebben plek 1, we hebben plek 2. Plek 1 is natuurlijk bij... ja, dat maakt niet. Plek 1 is bij het station. Plek 2 is daar waar we net zijn geweest. En nu gaan we plek 3 zoeken. Ik ben nou lekker op bankje gaan zitten. We zijn even lekker relaxen. En jij zei wat net. Of schiet voor de trein, anders gaat het weg. Ja, want daar zit de trein. Nou, dan gaan we snel een treintje pakken. Ga jij sturen? Dan ga ik wel voorin. Even kijken, want ik heb gelijk al plan B, plan C gevonden trouwens. En wat ik eigenlijk ga vertellen is, vergeet zo af en toe, is soms af mijn verhaal altijd helemaal af te vertellen. Ik weet niet waarom, maar dan vergeet ik het gewoon. Dat is typisch, denk ik, mensen met lichtverstandsbeperking. Maar ik heb plan B gevonden en wat ik ook wel gelijk over, plan C bedoel ik. En wat ik ook gelijk wil vertellen is, Rick kent natuurlijk Wanneksveen niet uit zijn hoofd. Ik wel, dus. Maar wat ook, ik weet niet gelijk alle plekken denken van, oh daar kunnen we voetballen, oh daar kunnen we voetballen. Nee. Want ik moet eerst altijd een rondje lopen en dan weet ik makkelijker om te gaan voetballen om een plekje, dan weet ik precies je plek. Ik moet gewoon gaan rond gaan lopen, dan weet ik op plekken. Bijvoorbeeld om te chillen of wat dan ook. Maar als het goed is heb je daar zo verderop, die kant op. Dus die kant op heb je ook nog een voetbalveldje. Maar dat weet ik alleen niet zeker, dus gaan we even kijken als we hier naar rechts gaan. Als het goed is heb je... Ja! En dat is B, een C. En daar heb je voetbalveld. Zie je? Dan gaan we daar. Dus dat is dus plan C om te gaan voetballen. Want daar heb je ook een doel, zie ik al nu. Dus dat is C dan. Als daar. Nou, hier. Dit is de enige plek dat ik denk dat het niet druk is, denk jij? Dit is zo'n enige plek. Waar je kan denken van. Dit moet toch een rustig plekje zijn. Eigenlijk. Lijkt mij toch? Als hier nou druk wordt, dan weet ik het ook. Dan vind ik het echt verbazing. Dus hier lijkt ook wel leuk om te voetballen. En denk jij? Nou, dan gaan we even. En als we hier nu naar rechts gaan, dadelijk, gaan we naar. Wie verder? Dus we kunnen ook even die kant op lopen. Maar dit wil ik even laten zien dat dit plan C is. En dan gaan we kijken of er nog meer is. Voor mij daar ook eentje, maar dat is echt heel klein. We kunnen gaan kijken. Kijk wat jij ervan vindt. Dan gaan we even kijken. Ik hoop dat daar... Dat is vlakbij de supermarkt daar zo. Het is echt ongelooflijk. Ik weet wel, waar ik me nu heen ga lopen, ga ik daar ook nog een leuk verhaal over vertellen. Want daar heb ik ook iets grappigs mee gemaakt. Maar we gaan jullie zo meteen horen. Ja, we zijn nu bij de plek aangekomen. En dat is hier zo. Dit was vroeger Jong Ontmoetingsplek. Ik weet niet of dat nog is. Laat even weten in de reactie als je uit Wanneksveen komt. Of dit nog een Jong Ontmoetingsplek is. Voor mij niet meer. Maar hier had je ook hoe noem je dat tafeltje? Met de bekbeton. Hoe noem je dat nou joh? Dat je een klein bedje kan slaan? Nee. Zo'n klein bedje. En een klein balletje. Tafel. Ja, kan wel. Maar dat heb je hier vroeger gestaan. En ik weet nog.
Ja, ik dacht van gisteren dat hier wel vroeger ging een vuurtje stoken. Oké, dat is een eigen voorbeeld, weet ik. Maar dat ging fout bij mij, want toen is een keer een stuk van mijn wenkbrauw is toen afgefixt. Oké, slim. Maar ik zou ook net te kijken, ik zie een heel mooi plaatje gewoon. Echt ongelooflijk mooi. En dat is dit plaatje. Die daar, die is best wel mooi gemaakt, vind ik hoor. Duimpje waard. Door cougerkunst.nl. Shout out naar hun. Maar dan gaan we nu ook richting huis lopen. Dus gaan we even hier dadelijk naar over de brug. Gaan we hier naar rechts toe. Dus ik denk dat jullie dit voor sommige mensen herkenbaar is. Maar dan gaan we nu richting huis lopen, denk ik. Nou, eigenlijk hebben we alle plekken al gehad. In principe. Of we kunnen naar links, kunnen ook nog. Oh, alle eentjes. Alle eentjes zwemmen in de water. Jalalali, jalalala. Ja, we gaan hier naar rechts, Pils. Dus dan gaan we nu maar lekker richting huis. Ik denk dat we weer even gaan zitten dadelijk weer. En ook nog eten, ook nog. Dus gaan we dat ook even doen. Eten. Na tijdje thuis ben ik nu bezig met lekker biefstuk aan het maken die hier lekker in die pan ligt. En tussendoor lekker YouTube kijken. En waarschijnlijk dat op het moment dat tv standby staat, dus ik ga de radio aanzetten. En aan! Die met die banaan. Dus ga ik nu maar even weer YouTube kijken en wachten op mijn biefstuk tot die klaar is. Dan ga ik lekker biefstuk eten. Nou, let's er net lekker gegeten hebben. Ben ik weer bij Pils aangekomen. Hé, Pils? Nee. Maar wat is dit trouwens? Hele mooie uitzicht om daarvan te genieten. Die lucht daar zo ongelooflijk mooi is dit. Wat een plaatje. Ik ga je toch gewoon genieten zo. Nou kijk, daar doe je minder vrolijk van. Nou, ik ben een plaatje. Wat zei je nou? Ik ben een plaatje. Wil jij niet zo grappig doen alsjeblieft? Want nee, daar word ik niet echt vrolijk van. Dat is niet mijn probleem. En ik word wel geluid. Af, dus daar word je hier vol. Het is best wel geluidig hier zo, hè? Vooral met die deur. Ja, zo. Soms wel, ja. Soms kan het irritant zijn, maar ik ben weer zo'n type. Ik weet niet hoe jij erin staat. Dan wil ik gaan kijken. Ik ben nieuwsgierig. Heel snel nieuwsgierig. Dat hebben muisjes heel gauw. We zijn heel gauw nieuwsgierig. Wil je even in dimmen? Tjonge jonge jonge. Ben je ook weer levend? Tjonge jonge jonge. Maar ja, lekker buiten is ook wel lekker. Ik heb nou de telefoon gelaten. Heb je dat ook wel tijd? Heb je ergens een telefoon neergelegd? Oh, je zit erop. Dat is wel normaal. Nee. Heb je dat ook wel eens? Dat je telefoon te zoeken, dan kan je hem nergens vinden. Dan voel je het al dat je erop zit. Ik voel het serieus niet. De eerste keer wel, maar de tweede keer niet. Ja, sorry, dus zo ben ik.
ben weer naar binnen gegaan en want het is best wel fris. Het is wel super lekker buiten eigenlijk. Want ik heb er gewoon echt letterlijk zitten genieten buiten. En ja, nu weer naar binnen gegaan. Ik zie dat mensen staan die ik ken. Maar ja, het is ongelooflijk lekker nu. Beetje, nou, niet echt warm meer, maar wel fris. Laten we zo zeggen. En we zaten lekker met mijn buurman. En Rick zaten we even lekker te kletsen. Over alles en nog wat. Een beetje gepraat met begeleiding. Nolletje gehad. En over gepraat over morgen. Want voor mensen die het weten, morgen gaat wat super leuks gebeuren. Gaan we crossbar challenge hopelijk opnemen. Of het zeker is. Is niet 100%, maar de kans zit erin. En nou, gaan we een leuke dag van maken. En als de crossbar challenge wordt opgenomen, laat even weten in de reactie wie er gaat winnen. Want het wordt samen gedaan met mij, Rick en Gio. Niet Gio van Gio Latoy, een andere Gio. Maar dat ga je morgen wel zien. Dus ga ik nu ook even lekker achter de computer, ga ik even lekker bijkomen. Even ook nog zitten editen vandaag. En Gaia wil ook even aandacht, hè, jongen. Wil je even aandacht? Ja. Hey. Oh, die vindt het wel mooi geweest. Die is gelijk weg. Oké, dag Gaia. Maar dan ga ik nu even lekker met Lex achter de computer. Super leuke dag vandaag allemaal gehad. Nu maar even lekker relaxen. Even denken hoe we alles op gaan nemen morgen. Maar zonder zorg voor morgen. Dus, maar dat komt allemaal goed. Wat ik nu ga doen is lekker klaarmaken om een bedje. En Gaia zit hier zo. Hey boef. Zit er op de stoel hier zo. Geweldig om te zien. Hey. Maar ja, wat ik ook nu ga doen is lekker de deur daar zo dicht doen. Raampje lekker wel even open laten staan. Hier ligt toevallig wel een krukje die ik ben gaan halen. Daar is ongelooflijk niet lekker buiten. Echt dood en doodstil, ook logisch, hoe laat het nou is. Oh nee, ik zie nog wel mensen wakker. Ik zie daar iemand al buiten zitten. Oké, dan maakt het zo awkward. Dan maakt het zo awkward. Maar ja, ik ga nu deze deur dichtgooien. Morgen wordt een superleuke dag. Kan ik jullie wel vertellen. Kan ik jullie ook aanraden. En dan ga ik alleen deze deur dicht doen. Want ik ga lekker slapen. Oh. Ja, deur gaat maar dicht. Zo, en lekker door dan gordijnen dichtgooien. En dan lekker slapen. Oh, en dan eerst dat ik wakker word, wat ik morgen ga doen nu morgen. Als ik wakker word, ga je morgen lekker zien. In ieder geval, ik ga het nu lekker even lekker deze dicht doen. En dan lekker slapen met de radiootje uit. Ik slaap wel met radio, maar deze radio gooi ik altijd uit als ik ga slapen. En dan ga ik nu lekker mijn bedje in. Dus wat ik eigenlijk jullie wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal, dat zou super tof zijn. Als je hier beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon heel vlog om 1 uur. En vergeet ook niet hier te reageren en te abonneren. En zeg ik hierbij laters. Vlog om morgen 1 uur. Echt helemaal schoongemaakt de hele dag aan je geluk. Maar ik heb zelfs achter deze kast, koelkast, helemaal schoongemaakt. Hele rechte muur, die kast, helemaal, dat is helemaal vies. Heb ik helemaal schoongemaakt.